I never needed you like I do right now. I never needed you like I do right now. Ik had jou nog steeds zoals ik nu doe. Cause all you ever do is make me. I give you up about 21 times. Op je lippen ligt een leugen klaar. Yeah, be the death of me. En is het dit waar? Love, loving you. Heeft me echt gekraakt. And when I hear you saying, darling, your kisses like an antidote. We vechten als in een ring. Oh, dit wordt mijn dood. I never needed you like I do right now. Everyone scream! I never needed you like I do right now. I never hated you like I do right now. Cause all you ever do is make me cry. Song. Jannes, Jelle en Noah. Hello, Noah. Hi. We are really pleased to have you here. Normally, you sing this song with a Labyrinth, a UK artist, and now you did it with the boys. How was it? I'm so, so proud of them. They are so good and so talented. I'm so happy. I'm so comfortable with them, and I feel like I'm up here singing it with Labyrinth, and I literally am so happy for you guys. You guys were great, and I love you both. Ze doen niet onder voor Labyrinth. Dat is toch te gek om te horen. Labyrinth is de jongen met wie ze het normaal zingt. Noah, you're 17 years old. You just released your first single. What are your future goals? My future goals? This year I'm coming out with an album called NC17. So I just want to start touring and, you know, come back to Belgium and visit you guys and see these guys again. So, yeah. Ze wil heel graag weer naar België komen. Ze gaat op tour. Dus als je Noah wil zien, ze gaat op tour. Noah, thank you very much. Noah Cyrus. Ja, jongens. Sta je ineens met een grote ster op het podium. Hoe was het? Dat doet je niet elke dag, hè? Nee, maar zij is echt... Ze was zo enthousiast van deze morgen al. We hebben haar van de morgen voor het eerst ontmoet. En ze is zo... Die laat je gewoon op om dit gewoon goed te willen doen. Echt waar. Brengt dat extra zenuwen, Jelle, als het zo kort dag moet? Het was even stressen natuurlijk, maar we hebben het vandaag zo goed gezet en ze was zo aardig en relaxed en het was gewoon echt super cool met haar te werken, echt geweldig. Cool. Min, hey, ja. Wat vond jij ervan? Ik zie dat jullie totaal drie verschillende persoonlijkheden hebben als jullie op podium staan, maar toch heb ik een bepaalde chemie gevoeld tussen jullie drie, wat ik heel mooi vind. Jelle, ik had bij jou wel een vermoeden dat het ging klikken. Je bent ook een beetje een excentriek persoon, hè? Je doet je ding. Ik vond je heel natuurlijk en stabiel, vooral overkomen als performer. Jannes daarentegen, ik vroeg me af, gaat hij zijn mannetje staan? En ik ben aangenaam verrast van jou. Ik heb jou, echt waar, ik vond jou ingetogenheid vandaag heel mooi, waardoor ik dacht, oh, daar is hij. Dus ik heb je vandaag echt gezien en gevoeld. Dank je. Ja. Ze heeft je gezien en gevoeld, ja. Jannes. Nielson, wat vond jij ervan? Ik ben eigenlijk echt heel erg enthousiast. Dit is, ik ga maar gewoon zeggen wat ik letterlijk denk nu. Dit is de eerste keer dat ik denk, hey, nu zie ik twee jongens bij elkaar die wel eens samen in een band zouden kunnen zitten. Ja. Ja. Kijk, en dat willen we horen.
jullie hebben iets samen. Ik weet niet wat het is. Dat is inderdaad het woord chemie, wat Mine net zegt. Soms hebben mensen dat en jullie hebben iets. Tenminste, tijdens dit optreden hing er iets in de lucht. En dat is altijd heel positief. Jelle, let alleen even op dat je niet te netjes gaat zingen soms. Mag af en toe ook lelijk zijn. Dat vind ik lekker. Maar dit is geen makkelijk liedje om te zingen. En ik vind dat jullie dat heel knap hebben gedaan. Jannes, jou heb ik in de gaten, vriend. Jij bent een tijdbommetje. Jij gaat ons nog heel vaak verrassen.